Wow, het is zover. Theater aan de Parade hier in Den Bosch. De grote première van Saturday Night Fever. We hebben er onwijs veel zin in. De rode loop ligt klaar. De fotografen staan klaar. Filmploegen staan klaar. De BN'ers komen zo hier al langs. En we gaan ze het hen van de lijf vragen. Wat we ook gaan vragen is, hoe ziet hun ideale zaterdagavond eruit? We hebben er zin in Saturday Night Fever. Ja, Saturday Night Fever, wow, hoeveel zin heb je? Enorm veel zin, want het is natuurlijk een iconische musical, film, theater. En ik ben heel erg benieuwd. Ik weet dat Hans en Ruud, de producent, het altijd heel erg goed doen. Heel erg benieuwd naar de cast. Buddy met name, wat een supertalent is, heel veelzijdig. Ben ik heel benieuwd naar hoe hij die rol van John Travolta neerzet. Was deze muziek natuurlijk al ontzettend populair. Ook natuurlijk de muziek van ABBA en dergelijke. Het bestaat al jaren en in één keer is het weer helemaal hot in musicals. Hoe verklaar je dat? Nou, het is iets wat cyclisch is. Het komt elke paar jaar weer terug. En is er weer een film op tv of de musical. En disco leeft altijd. Als je op feestjes gaat, eindigt altijd met een uur disco-muziek. Disco is populair altijd. En dit is natuurlijk helemaal de belichaming van disco-muziek. De disco-era, de 70s. Daarom mateloos populair zal altijd blijven. Ik heb er heel veel zin in, anders was ik hier niet geweest. Nee, ik vind het wel leuk. En we zijn uitgenodigd, dus ik vind het wel leuk om een keer te zien. Musical, ik hoor normaal niet goed, dus ik heb speciaal mijn hoorapparaatje in gedaan. Dus het gaat helemaal goed komen. Wanneer kunnen we nou eens een hele mooie musical over jou verwachten? Nou, dat wordt wel een aparte musical, denk ik. Ik zou nog even wachten. Dat doen ze pas als je dood bent meestal. Maar we zijn hier wel bij. We hebben wel onze eigen show hier in de parade. In februari, geloof ik. Dus we zijn op weg. Wie moet mij dan nadoen, stond ik al te denken. Ja, dat is een hele goede vraag. Daar ben ik ook wel eens benieuwd naar. Heb je een idee? Die kunnen niet vinden, volgens mij. Komt goed, bedankt. Ik heb er zin in, omdat ik ontzettend fan ben van Buddy Vedder. En ook Mariska van Kolk ken ik al zo lang. Dus wij waren allebei heel benieuwd wat ze ervan gaan bakken. Nou gaat het echt over de muziek van de Bee Gees. Heb je nog een bepaald nummer van de Bee Gees? Van nou, dat is helemaal het einde? Nee, ik was toen überhaupt fan van de Bee Gees. En die mannen waren werkelijk geniaal. Dus het maakt me niks uit. Als het maar lekker klinkt, ik hoop dat ze het ook lekker spelen. Dus ik ben benieuwd naar hoe ze het hier doen. Hans, Saturday Night Fever, het begint. Ja, klopt. Het is première hier in het prachtige Den Bosch vanmiddag om 3:00 tegenover de Sint-Jan-kathedraal. En we gaan het doen. Saturday Night Fever, Bee Gees muziek, ABBA muziek is op dit moment ook heel erg populair. Hoe zal het komen dat dit soort muziek in één keer zo populair is in musicals? Nou, niet opeens. Die musical bestaat al vanuit de 70e jaren. Dus de hele goede muziek, of het nou ABBA is, of inderdaad de Bee Gees, of Tina Turner. Is natuurlijk lekker om daar een verhaal omheen te bouwen. Maar dat is wel wat wij in deze versie heel erg doen. We vertellen ook echt het verhaal. En dat is niet alleen maar een leuk verhaal. Dat gaat over jonge mensen die weinig kansen in hun leven hebben. In New York in de jaren 70, wat gewelddadig was en failliet. Met veel discriminatie. En die proberen een beter leven te krijgen. En ze ontvluchten één keer op zaterdagavond naar de disco, de Odyssey in het verhaal, om helemaal uit een dak te gaan met de muziek van de Bee Gees en de Tramps. Dus het is heel duidelijk met twee verhalen. Die hele vrolijkheid en je uitleven in de disco, maar ook een heel zwaar, lastig leven. En dat laten we ook zien. Hey, Saturday Night Fever gaat over de perfecte zaterdagavond. Hoe ziet jouw perfecte zaterdagavond eruit? Toch wel in theater. Meestal sta ik zelf op toneel, maar als ik een vrije zaterdagavond heb, ga ik het liefste naar anderen kijken. Toch echt wel. Ja. Ja, meestal met vrienden eten of naar een discofeestje. Dus één van die twee. Nou, Netflix en een borstspaghetti op de bank. Erg, hè? Ja. De perfecte avond is dat we een keer gewoon lekker samen thuis zijn. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar meestal zijn we onderweg. Want zaterdag is natuurlijk altijd de optredenavond. Maar een perfecte zaterdagavond is gewoon een joggingbroek met slofjes. Een lekker rood wijntje bij. Kaas, chips. Gewoon gezelligheid maken. Ja. Kaarsjes aan. Lichtjes gedimd. Dat is onze zaterdagavond. Dat is de ultieme zaterdagavond, ja. Voor mij is het altijd zingen. Ik moet optreden. Ik heb gisteravond ook weer 3 keer moeten zingen natuurlijk. Maar dat vind ik ook leuk. Ik rij heel Nederland af en ik vind het geweldig om te mogen zingen. Ja. Ja, eigenlijk hetzelfde natuurlijk, hè, naar de optredens toe. En Saturday Night Fever, daar gaat het natuurlijk over. Maar ik denk dat het heel leuk is en dat mensen weer zin hebben in wat vroeger gezellig was. Gewoon geen gedoe, geen gezeur en lekker gewoon een avondje uit. hoe ziet mijn perfecte zaterdagavond? Ja, dan ben ik gewoon lekker thuis op de bank, denk ik hoor.
met een filmpje. We zitten midden in de Harry Potter reeks, die we weer vanaf het begin kijken. Dus op de bank Harry Potter, iets lekkers erbij, toch? Ja, dat klinkt perfect. Ja. Zeker weten. Ja, als het daar alleen over zou gaan, dan was het een kort verhaal. Het gaat juist over de jeugd in de jaren 70. Over de problematiek die daar ook toen al enorm de mensen bezig hield. De verlatenheid, de eenzaamheid en natuurlijk de vlucht naar de muziek. En dus zaterdagavond voor mij toen was, net als in de film en net als in de musical waarschijnlijk, dansen, weggaan van de sores, weg van alle politieke besognes en proberen je leven te leiden als jongeling. Daar gaat het over. Gefeliciteerd. Wat heb jij een rol neergezet, zeg. Wow. Oh, wat lief. Dankjewel. Ik ben helemaal opgelucht dat we het gedaan hebben. Dus het ging heel goed. Ik ben heel tevreden. Hoe was het om dat dansen te leren? Want ja, van Buddy zijn we het gewend, maar dat jij zo goed kan dansen. Ja, flabbergast. Ja, ik heb wel, weet je wel, veel in shows gedanst, maar dan toch meer ensemble. En dit is echt meer dat partneren. Dit moet je echt met z'n tweeën doen. En daar hebben wij gewoon veel lessen in genomen en heel veel samen geoefend. En op een gegeven moment merk je dat je naar elkaar toe groeit. En dat is eigenlijk, ja, we zijn heel tevreden met het eindresultaat. Ja. Geen spierpennen overgehouden? Nou, jawel. Absoluut wel. Maar daar word je ook sterk van, hè. Dat is goed. Ja. Hey, ja, je hebt natuurlijk Saturday Night Fever. Geweldig verhaal. Maar eigenlijk, hoe ziet jouw perfecte zaterdagavond eruit? Voortaan alleen maar in het theater. Dus dat gaat eigenlijk nu, wat is het, 6 maanden ga ik in het theater staan. Maar mijn perfecte ligt er een beetje aan. Ik ga heel graag met mijn vrienden of met mijn vriend of met mijn familie lekker eten. Wow man, gefeliciteerd. Wat heb jij iets geweldigs neergezet. Och, wat lief, dankjewel. Ja, ik ben hartstikke blij. We hebben een mooie voorstelling waar ik enorm trots op ben. En het ging lekker vandaag. Hey, hoe komt het eigenlijk alles wat jij aanraakt in goud veranderd? Want je hebt natuurlijk een paar mooie tv-programma's gewonnen. En ja, je danst als een gek, als een malle. Nou, je doet natuurlijk ook nog Hollandse Got Talent. Ja, je gaat maar door. Nou ja, heus niet alles verandert in goud hoor. Er gaat ook nog heel veel mis. Maar gelukkig gaat dat al snel naar de achtergrond. Ik denk dat ik me omring met goede mensen en heel hard werk. En me overal instort. En misschien dat dat dan helpt. Is er wat te combineren dan? Jawel, je moet goed planning maken en RTL wist al lang van tevoren dat ik dit ging doen. De Gave Cornelis ook, dus zo kunnen ze op elkaar afstemmen. Ik ben er gewoon 6 keer in de week. Ja, want als ik het goed heb bijgehouden, ben je maar 5 minuten van het podium af, hè? Je hebt goed geteld inderdaad. Ik heb niet heel lang om water te drinken backstage, dus ik moet aan de bak, maar ik vind het ook wel lekker. Want zodra je dan op die trein gaat van de voorstelling, dan blijf je in de wagon zitten. Anders moet je uitstappen en weer opstappen. Ik blijf gewoon gaan tot het einde, dat is wel lekker. Met dat dansen ook, dat is volgens mij heel veel repeteren, maar ook heel veel spierpijn. Of valt het wel mee bij jou? Nou, ik had de iconische scène van John Travolta al gezien in zijn onderbroek. Dus ik was ijdel genoeg om op tijd te beginnen met trainen in de sportschool. Maar ook met de gedachte dat ik die voorstelling 6 keer in de week moet dansen. Dus dan moet je fit zijn, zeker op hakken, want ik had nog nooit op hakken gedanst. Maar de spierpijn is inmiddels wat minder, maar in het begin, in de eerste repetitieperiode, ja zeker.